Deze twee agenten die geven hier mensen, vanwege dat ze een jointje aan het roken zijn, een boete. Deze agenten hebben op een vriend van mij geschoten. Met scherp, dit soort agenten. Ze werken allemaal voor dezelfde baas, dus het optieven met die gasten. Ja, doe maar snel je muilkorfie op. Ik hoop dat je trots bent op je baan. Deze twee agenten geven gewoon mensen een boete voor een jointje, jongens. Voor een jointje, dat iemand hier een jointje aan het roken is. Terwijl, godverdomme, hun collega's op scherp schieten op mensen. Wat is nou erger? Op scherp schieten op burgers of een jointje roken? Sodemiet er toch lekker op, man. Wie betaalt u? Bijstand? UWV? Waar krijgt u geld vandaan? Ik werk. Ik werk in de haven. Maar dit is geen haven, hè? Nee, dat kan me geen ene reet schelen. Ze hebben op mijn vriend geschoten. Met scherp. In Rotterdam. Hij loopt achter je aan. Ze hebben op mijn vriend geschoten, hè? In Rotterdam, hè? Op scherp. Je moet ook een beetje rustig. Hij moet gewoon even weg. Nee. Steltje moordenaars. Ze zijn allemaal hetzelfde. Ze komen iemand beboeten omdat hij een jointje aan het roken was. Terwijl hun op scherp schieten op burgers. Dat soort mensen zijn dat. Hoe zielig kan je zijn voor een jointje? Welkom in Nederland. Ik wil niet, als ik mij zie op YouTube of zo, dan kan je lachen, hè? Ik zal maar niet filmen als ik jou film. Nee, ik film alles. Je staat op openbaar terrein. Kun jij lachen? Probeer me maar wat te doen. Even kijken wie dat laatste lacht, kneus. Ik zal hem even in beeld brengen. Nee, die vent met die fiets. Onthoud die asses. Als mij was gebeurd, weten jullie wie dat is. Wie neemt de politie nou nog serieus? Wat staat er ook weer op die auto, dienstbaar en... Wat stond er nog meer op? Weet iemand dat? Hij had godverdomme niet eens kwaad in de zin. Hij heeft nog geen eens een steen of wat dan ook gegooid. Krijgt de kogel. Waar is die grappa Janus dan? Jongens, ik ben zo terug.